bij de Kookacademie KookTV. Mijn naam is Johnny van der Bliek en ik ga vertellen hoe we een brunoise snijden. Een brunoise zijn mooie vierkante blokjes. Voordat we een brunoise snijden, snijden we eigenlijk altijd een julienne. Daarna snijden we van de reepjes mooie brunoise blokjes. Gaat even worden. Een julienne, een iets dikkere julienne als dat we hebben bij een normale julienne. Deze manier. En daarvan maken we mooie blokjes. Deze blokjes zijn heel mooi te verwerken in een salade of verder zijn ze mooi te marineren en ergens als garnituur.